Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en dus een nieuwe week. En over 2 dagen ga ik op vakantie naar Curaçao. Oh, ik wou niet wachten. Ik ga Isabel opzoeken met Bo. Dus Bo en ik hebben samen een lekker hotel. En dan ga ik Isabel opzoeken. Want voor de mensen die het niet weten, Isabel is een half jaar in Curaçao om te werken en zo. Dus wij gaan er lekker opzoeken. Ik heb er zoveel zin in. Gewoon lekker naar de warmte, lekker chillen. En oh, love it. Maar goed, er is echt heel erg kuts gebeurd. Want ik ben heel hard op mijn stuitje gevallen toen ik met een sub achter een boot hing. Dus ik kan nu bijna niet zitten, lopen, staan, bewegen. Dat is echt fucking veel pijn. Ik ben benieuwd of het weggaat, maar het is nog erger als gisteren. Dus ik weet het nog niet. Ja, het is inmiddels alweer middag. Ik heb de weekvlog geëdit. Ik ben vooral veel aan het werk, zodat ik deze week lekker carefree op vakantie kan. Morgen ga ik lekker inpakken met Bo, dus dat is ook helemaal gezellig. En ja, van de woensdag wordt eigenlijk de weekvlog natuurlijk gewoon leuk. Want dan ga ik lekker naar Curaçao. Woep, woep, woep. Helemaal zin in. Oh. Nu is de nicht van mijn moeder hier. Dat is een goede vriendin van ons. Dus ze komt lekker eten. Dus we gaan nu even lekker een wijntje met z'n allen doen. Dus ik ga naar beneden snel. En lekker eten. En vanavond ga ik sporten met Stan en zijn broertje. Dus ook helemaal gezellig. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Vandaag wordt een dag van inpakken. Zometeen ga ik gezellig lunchen met Bo. Om even te bedenken wat we allemaal willen doen. En die is wel eens jaar geweest. Dus we gaan even bedenken wat we voor de verjaardag gaan geven en zo. Ik ben druk bezig met inpakken. Dit gaat allemaal in mijn rijbagage. Mijn handbagage heb ik al ingepakt. Ik heb een beetje chill verdeeld van stel, ja, ik mis mijn koffer, dan kan ik wel gewoon nog leven. En ik heb een superleuk pakketje binnen van Lounge. Komt dat nou goed uit? Bo die appte net, dit moeten we nog kopen. Strings, Haarlemmer bruin, dat is iets waar je dus bruin van wordt. En een kaart voor Isabel, mascara. Het kwam echt goed uit, want ik had dus nog strings nodig. En die heb ik nu gekregen. Ik wist niet of het op tijd binnen zou komen, maar gelukkig dus wel. Er is nu een mega grote sale bij Lounge. Er is nu over de gehele site 70% korting. Nou, bizar. Lounge is echt mijn favoriete underwear merk. Letterlijk alleen nog maar Lounge strings en ondergoed aan. De rest heb ik allemaal gedaan, want het werd gewoon oud en lelijk. En deze blijven gewoon mooi. Sommige strings heb ik letterlijk al 2 jaar en ze zien er nog steeds goed uit. Dus kwaliteit is gewoon top. Mijn favoriete collectie vind ik de Balcony set. Dan als eerste in het paars. Ik heb echt elk mogelijk kleurtje al. Maar ik had deze paars van de Balcony set nog niet. En ja, dit is dus de vorm. Het zit gewoon echt heel mooi. Ik heb maat 75B. Ja, dit zit voor mij perfect. En de strings zijn wel echt mijn favoriet. Ze zitten zo mooi en zo lekker. Deze heb ik altijd in maat M. Het valt allemaal gewoon naar maat eigenlijk. Dan heb ik dus nog helemaal geen witte bralette van Lounge. En toen zag ik deze en toen dacht ik, oh my god, ik moet deze hebben. Maar kijk hoe vet deze is. Deze is dus wit met gouden details. Echt, ik denk dat dit zo mooi gaat staan. Love it. En dan een bijpassend broekje. Ook weer met gouden details. Echt. Oh. Dan heb ik deze. Deze is in het marineblauw. Deze kleur heb ik ook nog niet. Vind ik ook echt gaaf. En die heeft hier dus in het midden zo'n splitje. Nou, echt super mooi ook. En dan de bijpassende string. Gewoon heel erg mooi. En classy gewoon. Ja, deze zitten zo lekker. En blijft zo mooi. Echt, oh my god. Dan dit setje vind ik echt zo vet. Dit is een neon kleur setje met blauw en roze. Echt super gaaf. Ze hebben dus meer neon kleurtjes. Ze hebben dus een nieuwe neon collectie. Dan heb ik deze. En ik heb dus nog nooit deze soort BH gehad van überhaupt een merk. En deze ziet er zo uit. Deze lijkt me echt super fijn en super stevig. Lijkt me heel chill voor het sporten. Gewoon om onder een sporttopje te doen. En daarvoor lijkt deze me echt heel chill. Ik denk dat het echt lekker op zijn plek blijft. Dat het mooi is. En ik heb dus nog niet zo'n witte BH. En ik denk dat dit echt ja, super fijn ja, soort sport BH is. En dan gewoon een bijpassende string. Ook heel mooi. Altijd goed. En dan als laatst heb ik nog 2 leuke lounge setjes. Oh shit, dit is Bo. Sorry. Als eerst dit vet schattige pyjamaatje. Dit is echt te cute voor leven.
Dit is het broekje. Ik heb echt trouwens heel veel lounge setjes, zeg maar, van lounge, van die chill setjes. Die draag ik ook echt met liefde. Sorry, je kan wel merken dat dit een van mijn favoriete merken is, maar ik ben altijd zo hyped. En daarbij passend shirtje, maat S top en de maat M broekje. Dus gewoon een leuk shirtje, dus ik kan er lekker op. En dan als laatste heb ik dit lounge pakje met dit broekje. Hey schat. Hallo. Hoe is het? Goed, met jou? Oh, ja, goed. En daarbij dit shirtje erop. Dus ja, dit kan echt ja, als pyjama dagen, maar ook gewoon een chill pakje. Kan erin sporten, maakt niet uit. Dus, dat was eigenlijk alles. Ja, vergeet zeker niet de linkjes in de beschrijving te checken. 70% korting over de hele site. Echt top. Dus ja, ik ben nu met Bo. En we gaan zo meteen lekker lunchen. Maar dat heb ik eigenlijk wel zo gezegd. Helemaal leuk. En ja, dan moet ik vanmiddag nog verder met mijn koffer inpakken en zo. En dan gaan we morgen gewoon naar Curaçao. Oh my god, ik kan echt niet wachten. Ik ook niet. Ik kan niet wachten gewoon. Ah, love it. Nou, ik ben dus gezellig met Bo. En we hebben lekker broodje. Gaan lekker lunchje. Lekker. Ik heb een, nou, we gaan het eigenlijk delen. We hebben een spicy chicken en een zalm. En we hebben ook nog een wijntje besteld om de vakantie vast te vieren. Oké, ik ben nu thuis. Ik moet echt even alles gaan inpakken. Ik heb dus ook Haarlemmer bruin gekocht. En dat schijnt dus fucking chill te helpen voor goed bruin worden. Dus helemaal leuk. We hebben ook een cadeautje voor Isabel gekocht. We hebben een hele leuke zonnebril, want ze heeft geen zonnebrillen meer daar op Curaçao. En we gaan een leuke activiteit met haar doen op Curaçao. Dus, ah, oh, ik heb er helemaal zin in. Ik ga even snel mijn koffer inpakken en zo meteen ga ik mijn moeder ophalen. En Alphen, want ze had scooter weggewacht. En dan ga ik sporten. Ik ben mijn koffer aan het inpakken en dan besef je echt dat al je strings gewoon letterlijk van lounge zijn. Hoe chill. En besef ook dit. Al die bralettes, love it. Ik heb trouwens nu even die Sport Lounge BH aan. Kijk hoe chill. Hij zit echt super mooi. Super stevig. Echt super zacht stofje. En dit is echt perfect voor onder zo'n shirtje of zo. Dit setje is trouwens echt geweldig. Van achter is hij ook zo open. Maar dat is ook gewoon mooi als je het er doorheen ziet. Dus ja, hier ben ik echt vet blij mee. Alright jongens, het is bijna zover. De meid heeft al haar spullen ingepakt. Oh, ik ben zo fucking zenuwachtig. Ik weet niet wat dat is, maar ik ben zo zenuwachtig altijd. Hier heb ik al mijn spulletjes. Gelukkig komt Stanner nog gezellig aan. Die blijft lekker slapen. Die moet morgen ook vroeg werken. Dus moet toch op, tegelijk eruit. Ik hoop dat ik alles heb. Ik heb al zoveel stress dat ik iets vergeet. Maar goed, ik heb er wel echt ziek veel zin in. Dus helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag de dag. We gaan finally naar Curaçao. Het is nu 6 uur. Ik heb een beetje mijn wimpers gekruld. Maar ik hoop nog te slapen in het vliegtuig. Want ik moet 10 uur vliegen. Dus ja, dat gaat het worden. Ik ben echt meestal altijd vroeg om te staan. Dus ik ga veel water drinken. Nou, de meiden zijn aangekomen op Schiphol. Ja, dit is echt een kutkoffer. De rijen vallen echt... Ja? Ja, het is echt kut. De rijen vallen echt ziek mee. We hebben echt maar een kwartier... Nou, hoe lang hebben we in de rij gestaan bij de bagage? 20 minuutjes of zo. Kwartiertje. Nee, nog niet, denk ik. 10 minuten. Toen weer 5 minuten en nu zijn we al bij de douane. Dus het gaat echt helemaal top. Echt fucking chill. Nou, de meiden zijn overal gewoon doorheen. Echt fucking snel gegaan. Het is nu 8 uur. Ja. Een uurtje. Binnen een uur hebben we. En we hebben ook al eten. Ja. We hebben lekker Starbucks. En Joe and the Juice hadden ze hier zelfs. Dus we hebben lekker een broodje met kip. Helemaal chill. Heel lekker. Top. Oké, we zitten in het vliegtuig. Bo en ik zitten een soort van naast elkaar. Hey, Bo. Bo vindt het wel een beetje eng. Maar we gaan nu opstijgen. Drie uur. We zitten nu 3 uur in het vliegtuig. Het is nu 2 uur. Nee, of tot 2. Ja. En we moeten nog 6 uur. We zijn op 1/3 dan dus. Ja. We zijn 1/3. Oh, en voelt het keer al zo lang? Ja, het was echt al heel lang hier. Oké, maar we hebben lekker... We hebben lekker champagne. We hebben lekker champagne, ja. En een lekker dekentje. Ja. En we hebben Pringles, trouwens. En wat hebben we
Ja, we hebben ook nog sushi, maar dat gaan we zo meteen eten. Helemaal lekker. En we hebben trouwens al... We hebben trouwens al het warme eten gehad. Het was een pasta pesto, was op zich wel lekker. Met een soort salade en broodje, maar was niet heel bijzonder, maar was wel prima. Oh ja, dat is... Dip jij niet op, hè? Nou, de meiden hebben gewoon lekker sushi. Wat een luxe is dit. Kapertje erbij, wat saam. Echt heel goed is dit. Nou, de meiden hebben lekker gin tonic. Oh, wat top. Wow. Hoe lang moeten we nou nog? Pink. Nog 3 uur. Nog 3 uur en een kwartier. Hè? Let's go. Let's go. Oké, jongens, we zijn aangekomen in het hotel. Ik ga het zo laten zien. Maar Isabel, die had sowieso een paar jaar geleden van ons, nou 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. Een tattoo als cadeau gekregen, maar het is nooit van gekomen. Nee, ook een cadeau. En toen, zeiden wij. Ik niet wist wat je wilde. Het moet wel een moment zijn dat je zeg maar iets. Ja, dus wij dachten, de perfecte gelegenheid, we geven je geld mee, zet een fucking vet tattoo op Curaçao. Maar we dachten, misschien is het nog niet gedaan, of niet van gekomen. Dus net geeft zij ons dit armbandje. Dus wij denken, wat is het nou weer? Er staan dus coördinaten op. En het zijn dus coördinaten van Curaçao. En die meid heeft die gewoon fucking getatoeëerd. Op haar lichaam getatoeëerd. Nou, dat is toch helemaal even erop. Geweld. Ja, maar dat is, dit, het is toch ook een deel van je leven? Ja, sowieso. Het maakt wel een beetje... Ja, hoe je bent. Ja. Nee, de ontwikkeling, zeg maar. Dus... Heel leuk. Ja. Oké, nou, we hebben nu ook nog een cadeautje voor je birthday. Oh, mijn lady. Ja, nu ook gewoon 21. Ja. What the fuck. Ja. Eerst de kaart of is eerst dit? Doe eerst maar dit. Dat is gewoon eigenlijk... Gewoon even leuk voor erbij. Nee. Ik voel het echt wel een soort aardig. Ja. Echt? Ja, ik dacht, ik moet het zeggen. Yes! En zonnebril! Ja, die had ik zo nodig. Ja. Ik heb hem in een groep zitten. Ja. Ik heb geen zonnebril. Ja, misschien nemen jullie voor mij nog stiekem even eentje mee of zo. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon lekker een grote, echt iets voor iets. Ja, dat is voor mij. Ja. Ja. Ik ben er helemaal blij mee. Ik wil een zonnebril. Ja. 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 Ik wil er nog één. Ja. Ik heb een zonnebril meer. Oh, mijn god, en leeg. Ja. Ja, dankjewel. Helemaal leuk. Ja, en deze kaart. Oké. Heb je mijn tras al gefilmd? Ja, ik ga straks even een roomtour doen hoor. Hallo. Gefeliciteerd. Happy girl. Oh ja. Oh. Nou, heel lelijk. Nou, nee. Dan kan je dan afhalen en dan kan je dan... Dit is wel mooi geschreven van mij. Dat kan je afhalen en kan je dan bewaren. Oh, dat vind ik leuk. Ik heb een hele deur met kaarten. Oh, leuk. Moet ik het oplezen? Ja, mag. Doe maar. Lieve zus, van harte gefeliciteerd met je 21ste verjaardag. Helaas waren we er niet op je echte verjaardag erbij. Maar daarom willen we alsnog een onvergetelijke dag met jou beleven. Als cadeau krijg je van ons een leuke activiteit naar keuze op dit eiland. Ah, dat vind ik echt leuk. We zijn super trots op jou en met de keuzes die je maakt. We staan altijd achter jou. Je bent een topper. Love you. Ah, dat vind ik echt leuk. Ja, gaan we even fucking jets doen hier. Ja, ik wil. Ja? Ja, ik wil jetskiën. Ja? Ja? Ja. Ja, want jij wordt... Ik wil heel graag die jetskiën. Nou, dan gaan we dat. En een lekkere lunch erbij. Hele leuke dag gaan we er maar. Ja. Maandag op deze dag. Ik had helemaal geld apart gezet om dingen met jullie te doen. Ja, daarom. Daarom dachten wij, gaan wij even... Betalen. Dat vind ik wel schattig, dat is super leuk. Echt heel leuk. Ja, ik vind het leukste die je kan krijgen. Ja. En ik wil zo graag een zonnebril. Ja.
Nou jongens, dit is trouwens onze kamer. We zitten in het Papagayo Beach Hotel. Fucking chill. We hebben gratis toegang tot de beach club en weet ik het allemaal. Maar goed, daar kom je dus binnen. Heb hier een hoekje, tv, alles. Hier lekker groot bed, bankje. En we hebben echt een fucking groot terras. Super chill. En die badkamer is ook echt ziek mooi. Hier heb je nog allemaal kasten. Hier heb je de badkamer. Woo! En dan hier zo spiegeltje, douche en een wc. Ja, fucking chill. Ik zit met de meiden lekker op het strand bij ons hotel. Echt hoe chill. We hebben lekker eten. Oh my god. Wil je nog wat drinken? Soms zo'n appeldingetje. Dimsum. Ja, ik neem op werk wel. En carpaccio roll. Lekker. Fucking chill. Kijk dan jongens, we hebben net onze auto opgehaald. We waren een half uur te laat. Ja. En die man vond het helemaal prachtig. Ik zei, oh sorry, sorry, we zijn te laat. Ah, dat is helemaal niks joh. Dat is helemaal niks voor mij. Die auto, kijk hoe. Nou, we hebben echt zo'n mooi wagentje. Ik ben er helemaal blij mee. Nou, en hier is onze... Nee, dit is niet onze... Dit is 600. 400. Wij zeggen, nou, voor de deur. Nou, hashtag not. Helemaal mooi. Het is hier nu dus 8 uur. En in Nederland is het 3 uur 's nachts. En het begint aardig in te kakken. We hebben even boodschap gedaan. €50. En wat hebben we? Water, kiwi, chips, kaas en wijn. €50. Nou, succes! Hoi hoi. Oké, we zijn echt helemaal kapot. Maar we hebben ons toch een beetje weten klaar te maken. Hé meid. Oh, ja. We gaan nu naar Isabel de Werk, want daar zit dus helemaal aan. Dus dan gaan we even een drankje doen. Daar schijnt aan te zijn. Ik heb even gewoon een broekje, een topje aan. Boven de jurkje aan. Zo'n jurkje. En ja, we gaan wel zien hoe het daar is. We willen gewoon sowieso een drankje doen dat we rond 11, 12 alsnog op bed liggen. Niet dat we echt om 8, 9 uur dus al liggen te slapen. Maar goed, we gaan even heen. Nou, we zijn bij iets van de werk. Alleen dat begint... Oh, het is heel vies. Ja. Is wel de werk is het diner nog bezig. We zijn nu bij Mood. Die wel werkt bij Cabana. En dat is dus helemaal leuk voor onze avond. Maar we gaan hier nu even een drankje aan de bar doen bij Mood. Daar zitten we dus nu. En daarachter is Cabana, daar komt de muziek ook vandaan. En daar wordt het soms echt party. Ja, dat is maar... dus dinner tot 10 uur. Ja. Alles avond ook gekomen. Ja. Maar we gaan dus nu een drankje doen en dan gaan we daarna. Ja. Ja. Oh ja, wat ik wilde zeggen, het is nu voor ons 4:30. Half 4. Net hadden we echt heel zwaar. We lagen op bed en we zaten echt van... Of we gaan nu slapen. Ja, of gewoon door. We lagen gewoon door. Maar we hebben ook lekker gyoza's besteld. En lekker een gin tonic. Ja, nee, maar ik denk dat mijn lichaam zo meteen niet meer uit water, maar uit gin tonic bestaat. Ja. Het is zo leuk om Isabel hier te zien werken. Dat je opeens hier heen loopt. Deze vibe, deze muziek is zo lekker. Ja. Helemaal geweldig. Nou, we hebben ook gewoon nog een lekker sushi rolletje. Wat top dit. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Zo, die camera beslaat meteen, als het zo warm is. Ja. We hebben echt heerlijk kunnen uitslapen. We gingen van 12 uur slapen tot 10 uur. Dus we hebben veel lekker de tijd ingehaald. En we zitten nu helemaal goed in het ritme. Echt chill. We gaan nu even boodschapjes doen. Even wat ontbijt halen. En Isabel komt hierheen. Dus helemaal gezellig. En dan gaan we lekker bij Papagayo de hele dag liggen. En lekker lunchen. Dus helemaal gezellig. Nou, we zijn weer met onze zus. Hallo. Andere zus. We zijn nu lekker aan het zonnen bij ons hotel, bij Papagayo. Heerlijk, lekker bedje. Daar heb je lekker zwembad. De zee. Wat een leventje. Vandaag gaan we lekker hier chillen. We gaan hier in de buurt ergens lunchen. Hoe heet het nou? Kokos.
Kokos. En vanavond lekker op het strand, misschien een pizzaatje eten of zo. Dus echt gewoon lekker even chill dagje. Helemaal heerlijk. Jongens, we gaan nu op zo'n band achter een boot aan. Fucking mooi. En ik heb dus dit gekocht en dan kan ik het dus filmen. Dus de kwaliteit wordt wel wat minder, maar we kunnen wel gewoon filmen. Helemaal leuk. Zo, ik ben lekker nat gekocht. Hoe is het geluid eigenlijk hiermee? Alright. Oké. Alright. Oh nee! Ik vlieg erop! Oké, we gaan weer. Doei. Zo, we hebben even een partij lekker eten. We hebben ook gewoon nog niks gegeten vandaag. En even nog het één broodje. Ja. We zitten even lekker aan het water hier. Lekker dimsum en een hele snack platter. Oei. Nou, we zitten nu even gezellig bij Zanzibar. Lekker cocktailtje. We hebben een pizza besteld. Dan gaan we lekker zo meteen bij Cabana op eten. Helemaal gezellig. Hoe willen jullie naar die pizzabakker? Cabana, dat is geen Cabana. Wel. Dit heet een Cabana bedje. Ik ben lekker met mijn chicatte. We hebben lekker pizza gehaald. Bij Eén pizza. Eén pizza. Nee. Maar net hadden we nog helemaal geen honger, maar we hebben letterlijk een uur gewacht. Het ding open. Oh, nou. Dat is echt 10 seconden. Is hij al gesneden? Nee, oh. Nee, oh. Oké, nou beter. Speel nou. Eet smakelijk. Zit er lekker hier op het strand. Ja. Heerlijk. Wow! Ik heb het op film staan. Nou, we zitten echt gewoon nog heerlijk hier bij Zanzibar te chillen. En ben hier dus gewoon zo'n cabana waar in lopen te chillen. Chillen. Kijk, we hebben een donut. Ja, we hebben een donut opblaasband. Hoe leuk voor Fuik. We gaan zondag naar Fuik. Isabel legt eens uit. Zondag, wat moet ik uitleggen? Nou, op welke boot? Zondag gaan wij met zonnig en sappig. Dat is een boot, een boot. Dus XXL editie. Fucking mooi. Fucking leuk. En dan zijn er fucking veel boten. En het is floaty. Floaty editie? Ja, floaty. Dus dat betekent dat je je opblaasdingetje moet nemen. Zijn dood. En een glijbaan is het en er toch? Schijnt ook een glijbaan te zijn aan de boot vast. Fucking mooi. En dan ga je gewoon heel veel drinken. Je krijgt shortjes met een lopende andere pistools rond. Dat is in mond. En morgen gaan we bij Isabel op de werk. Fucking chillen. In de VIP. Dit ga ik nooit hebben. Zij zei ook, je moet opladen werken. Ja. Gaat er helemaal fout. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag, kort voor 9. En ik ga eventjes snel sporten. Ik ga heel even snel wat krachttraining doen. Maar we hebben niet te lange tijd, want we hebben dus een beetje schuurpjes bij de werk. En daar moeten we een beetje op tijd voor zijn. De camera beslaat hier gewoon elke keer. Dus ik heb lekker een sportoutfitje aan. Ik heb een koffietje gezet. Ik zit even op het terras. Dan ga ik zo meteen sporten. Oh my god, mijn camera beslaat gewoon meteen. Het is inmiddels 11 uur. We zijn nu bij Madero. En we zitten nu bij een theetje waar we gaan ontbijten. Ja, Bliss the Berry heet dat. Dus hier kan echt allemaal lekkere dingetjes, broodjes en zo. Ze gaan lekker panini en scrambled egg. Dus super chill. En we hebben dus daar achter bij Cabana, waar Isabel werkt, een VIP bedje.
Kijk hoe chill dat eruit ziet. Dus vandaag gaan we hier lekker de hele dag aan het strand liggen. Lekker chillen, lekker drinken en vreten. Ja, dit tentje is zo top. We hebben echt zo een ziek lekkere smoothie. En ik heb een chai latte, die is ook echt niet normaal. Echt lekker met kaneel. Ja. Ik heb hier dus een shot, een power shot. To start, kickstart your day. Ja. Oh. Hij is heel zoet. Heel lekker. Ik ben benieuwd. Wat... Ik ruik iets, maar ik kan niet plaatsen. Het is heel zoet, hè. Echt zo'n lipglossgeur. Ja. Ik weet niet wat het is. Nou, cheers. Wel aardbei, denk ik. Oh, dat is heel lekker. Het smaakt precies zoals je denkt. Dat is heel fruit. Yum. Oh my god, we hebben een lekker broodje met ei. En een panini, wat goed. Fucking chill. Zo, dat licht is zo fel. Maar we liggen dus nu bij Cabana. Bij de VIP-bedjes. Dat heeft Isabel voor ons geregeld. Echt fucking chill, want ze werkt dus hier bij die VIP-bedjes. En die bedjes zijn echt niet normaal groot. Super chill. Liggen we hier, zo. Liggen we lekker aan het water hier. Het is echt fucking mooi hier. Maar het is nu een beetje bewolkt geworden. Maar het is wel echt nog super warm. Maar nou, helemaal chill. Ja, het klaart misschien al. Daar zie je wel. Waar filmen. Ik zie er niet. Ik vind het maar zo. Kijk, hier is mijn zus aan het werk. Ah, liefie. Helemaal leuk bij de zussen. Ja, helemaal cute. Kijk, haar slijpbed is helemaal nat. Ja. Zo, de meiden hebben even wat hapjes besteld. Spicy gamba en Vietnamese lumpia's. Het is vandaag een beetje bewolkt, maar het is wel alsnog echt super warm. Maar nou, we zitten gewoon lekker te chillen hier, hè meid? Heerlijk. Heerlijk. Het is heel erg. Daar zit die midden op de weg. Op pad, maar nou, ik ga het echt niet. Jongens, daar is hier zoveel beest. Hoe heet dit? Een leguaan. Een leguaan. Dit is groot, hè? Dat is niet normaal. Wat de fuck? Echt zo raar. Zo droog. Hij zit zo raar. Maar hoe loopt, hoezo, waar loopt hij heen dan? Heel. Is nog een staart? Ja. Kijk de harde meid werken. Lekker met de harde meid. Kijk de meid dan hard werken. Lekker zoveel. Nog een flesje. Nou, we liggen echt de hele dag al hier bij Cabana. Het is zo chill. Je hebt gewoon bij de VIP-bedjes gewoon service aan je bed. Gewoon je kan bestellen wat je wil. En Isabel is onze servicevrouw. Isabel, Isabel. Nieuw wijn. Het is zo chill hier. Heerlijk. We liggen zo... We zijn ook echt ziek bruin geworden. Echt bizar. Meer? Meer? Wel 61 gulden. Oké. Gulden. Ja, dat is wel duur. Maar... Ah joh. Ja, niet normaal. Dat is toch top dit. Love it. Nou, de meiden zijn helemaal ready. Lekker opgemaakt. Ze zijn echt ziek verbrand trouwens. Ja. Echt. Oh my god. Maar dit is, we hebben allebei een mooie zwarte jurk aan. Heel erg flicky. En we gaan lekker uit eten. Sushi. Oh my god. Oesters. Oesters. En we gaan Isabel ophalen bij het appartement. En dan gaan we lekker met z'n drieën eten en lekker uit. En helemaal gezellig. Ik heb trouwens ook dit. Zo mooi. Oh, ik ben echt zo verbrand in die camera. Ik wil deze ook. Ja, deze is niet normaal. Ja. We gaan. Nou, de meiden zitten lekker bij het restaurant. Moed. Ik voel het altijd zo. Als de camera aangaat. Hey, we hebben echt niet normaal voor honger. Dus kom maar door. Ja, we hebben wel een lekker wijntje. We zitten hier lekker aan de zee. Hoe leuk. Helemaal gezellig hier. Hoe cute gewoon. Zo, we hebben het eten. Dit is echt niet normaal. We hebben lekker taco's, boontjes, oesters, gyoza's en er komt ook nog sushi aan. Staat... Oh my god, deze sushi. Niet normaal. Zo zin in. Hey, I see it on me.
Goedemorgen allemaal. Huh? Ik zei goedemorgen allemaal. Oh. Het is 7:15. We stonden om 7:00 al op, want we gaan vandaag dus met boot naar Klein Curaçao. Gisteren zijn we, ja, wel op tijd naar huis gegaan. We kregen allebei echt vet veel buikpijn van het eten. Dat was echt heel raar. Maar ja. We zijn niet echt ziek van geworden of zo, gelukkig. Nee, maar we werden helemaal niet lekker. Maar het was wel even gezellig bij Madeiro. Maar we lagen wel weer op tijd naar bed. Op bed, wat beter is. Want we moesten nu dus gewoon fucking vroeg op. We gaan nu even ontbijtje halen. En ja, vandaag is er een Klein Curaçao. Ik ben echt super benieuwd. Volgens mij is het echt een mooie dag. Het is, kijk. Ja, het is niet normaal. Shit, ja, geen we gaan wolk, levens verbranden. Echt verbranden. Iedereen we zijn al verbrand. Ja. Maar goed, nou, het wordt helemaal leuk. Oh, lekker. Maar dan, lekker, kut, ze moeten dat pilletje nog nemen. Kut. Dat moeten we echt doen. We hebben dus een pilletje tegen zeeziek. Maar dat moet je een uur van tevoren nemen. Nee, we gaan sowieso toch pas 9 uur op de boot. Komt goed. Oh, alright, we zijn aangekomen op Klein Curaçao. Het is echt bizar hoe blauw het water is en hoe wit het strand is. Het is echt gewoon een paradijs. Het is hier normaal zo mooi. En de boottocht was eigenlijk ook echt super chill. Dus het was echt leuk. Jongens, als jullie zien hoe wij er nu bij liggen. Dat is echt niet normaal. Wij hebben ons echt helemaal... ingesmeerd. Het haar lekker bruin. We liggen hier echt als twee glibbervissen in de zon te bakken. Heerlijk. Kan echt niet. Maar we hebben wel factor 50 ook ingesmeerd hoor, jongen. Echt waar. Nou, we hebben net lekker een barbecue gehad. Ik had zoveel honger dat we zo zijn vergeten te filmen. Het was heel lekker. Was ossa's, sperrips, kip met lekkere marinade en alles. Zo tof. En een lekker wijntje. En ze zijn gewoon aan het afwassen in de zee. Fucking mooi. Nu zijn ze ook al die beesten aan het eten geven. Fucking mooi. Vandaag hebben we een klein filmpje gedaan. Dat was fucking leuk. En nu zijn we bij Zanzibar. Woe! Fuck is gezellig. What a vibe, what a vibe. We zijn lekker uit bij Zanzibar. We zijn lekker bij Zanzibar uit. Zo mooi hier. Zo mooi, we drinken alleen maar vodka ananasap. Ja, echt geweldig. What a vibe, what a vibe. Die brutale schade, boom. En hoor! Die brutale schade, boom. Hoi. Hoi. Voor de vlog. Goedemorgen allemaal. Gisteren was echt zo fucking leuk. Het was echt niet normaal mooi. En daarna hadden we echt lekker gezopen op die boot. Het was echt fucking gezellig. En toen gingen we dus heel erg leuk. Nog naar Zanzibar. En daar hebben we lekker gefeest. Maar tot 10. Ja, als happy hour. Nou, helemaal naar de kloten natuurlijk. Maar we lagen wel lekker om 10 alweer op bed. Dus nu zijn we echt helemaal fris. En gaan we even wat boodschappen halen voor ontbijt. En vandaag hebben we fuik. Dus helemaal leuk. Echt zin in. Hey!
Oké, we hebben een amuse. Niemand. Hij is blijkbaar heel goed. Ja, ik neem hem ook wel, joh. Heerlijk. Het is geen zand, nee. Dus je dat niet, alleen. Ben je allergisch voor? Wat? Ben je allergisch voor zalm? Ik ook. Ja. Is het zalm? Ja. Ja. Precies. Ik zo'n kop gehad. Het is gelijk een hele brok kaas. Wij zijn lekker. Ja! Nee. We zijn lekker aan het eten met de meiden. We zijn lekker aan het eten met de meiden. Ook de boys. Met de meiden. En de boys. En wat hebben we, girl? Chateaubriand. Oh, Chateaubriand. Oftewel Ossa's. Oftewel Ossa's, inderdaad. En dan net nog iets beter. Filet mignon. Nou. Lekker. It's... Like en subscribe. Ja, dat weten we al. Ja! J van de P. Ik wil niet op de J van de P. Nee, ik wil Jan van de P. Nog één keer. Nee, nog één keer. Nee. Mag het niet? Nee. MC Juice. Proost. Volg mij ook. Bo. Laagstreepje. Laagstreepje van Linten. Cheers. Cheers. Maandag. Oh, het is een nieuwe week. Oh ja. Dus ik moet de weekvlog afsluiten. Nou, dit was een Curaçao-vlog. Ga maar eten aan mij. Mag. Mag van mij. Nee, yes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken, te subscriben. Ja, ik ben een beetje brak, sorry. Maar gisteren was heel leuk. Maar goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!